We hebben geluisterd naar de berichten en ook gelezen. En de berichten leren ons dat de oogoperaties in gevaar zijn. En u bent de man die elke dag te maken heeft met dit stuk, dit vraagstuk. Wat is de stand van zaken op dit moment, meneer Gerald? Nou, voor ik over de stand van zaken ga praten, moet ik even een stuk geschiedenis geven. Dit probleem speelt niet nu. Het is al zeker 4, 5 jaar zo dat we door een verslechterende economische situatie, een slechte financiële economische situatie van het land, heeft ze weerspiegeling op de ziekenhuiszorg, dat we steeds minder operaties doen. Dus het is geleidelijk aan gaan afnemen, maar nu hebben we wel een dieptepunt bereikt. Kijk, in het Suriname Eye Center van het Academisch Ziekenhuis deden we rond 2015-16 bijna 5000 operaties per jaar. Ja. En dat is nu afgenomen tot iets meer dan 2000. Dus minder dan de helft zijn we gaan presteren. Dat betekent dat er een steeds grotere achterstand ontstaat. Maar op dit moment is het helemaal stil komen te liggen. Eén, omdat er niet tijdig vervangingsinvesteringen konden plaatsvinden. Dus alle apparatuur die we nodig hebben, dat is kapot. Dat is hele dure apparatuur. Het grootste deel is stuk. En het ziekenhuis is niet in staat om voldoende geld op te brengen om de spullen te kopen. Want alles dat we gebruiken in de ziekenhuiszorg, 90%, misschien zelfs 95%, dat is import, dat komt uit het buitenland. Ja. Dat wordt in dure US dollars betaald. En dat geld is niet voorhanden, dus er konden geen voorraden gekocht worden. Dus het is een complex van zaken die hebben gemaakt dat we op dit moment met name de cataractoperaties niet meer kunnen doen. Urgente dingen doen we nog wel, dus mensen die urgent geholpen moeten worden aan trauma, ongelukken, spijkerverwondingen, perforaties, netvliesloslatingen. Die kunnen we nog wel doen, daar hebben we nog een kleine voorraad van. Maar de staaroperaties, de cataractoperaties, waarbij er een kunstlens wordt geïmplanteerd in het oog, dat vindt meestal plaats bij oudere personen, ja. Die kunnen we op dit moment niet doen. En dat is voor die mensen een enorme teleurstelling en een belasting. Ja, u gaf aan dat toen de tijd 5000 operaties werden gedaan per jaar. Nu zitten we op minder dan de helft. Ja. De vraag rijst dan, hebben we niks verdiend aan de 5000 operaties om dat centrum eigenlijk goed te runnen? Dat is een hele goede vraag. Kijk, het probleem is, ik gaf al aan, alles dat we gebruiken komt uit het buitenland. Alles, bijna alles. Wat we hier hebben is de expertise, wat ook heel belangrijk is. We hebben goed opgeleid personeel, oogartsen, verpleegkundigen, technisch personeel. Maar dan moet ik u bijvoorbeeld schetsen dat wanneer een staaroperatie aan verbruiksmateriaal, de kosten van de operatie, zeg maar $350 is, dat is 7000 SRD. Ja. En laten we de zaak ook gewoon benoemen. Het staatsziekenfonds aan het ziekenhuis, 3000 SRD betaalt voor die operatie. Betekent dat het ziekenhuis op elke operatie 4000 SRD verlies leidt. Ja. En dat het ziekenhuis wordt gedwongen door de gemeenschap, door de vraag en ook door de politiek die verwacht dat we onze diensten leveren, wordt gedwongen om het te doen. Hoe je het doet moet je uitzoeken, maar op een gegeven moment is er een gat en dan kan je niet verder, dan stopt alles. En als er geen subsidie komt van de overheid, omdat die verzekeraar te weinig wil betalen en de verzekeraar bepaalt, ik heb dit voor je, zoek het uit. En voor dat bedrag kan je eigenlijk die operatie niet leveren. Dus het ziekenhuis zoekt overal wat geld, leent een beetje, maakt daar een gat, graaft daar een gat om het andere gat te dichten. Maar op een gegeven moment, asanikba, dat kan je niet verder en dan loopt het vast. Ja. Dus het zijn die operaties die kosten geld. Het zijn dure spullen die we gebruiken. Maar er is wel een lichtpunt, want op een gegeven moment gaan patiënten die worden ontevreden en dan gaan ze klagen. Zeer terecht. Ja. Ze gaan naar de pers of ze gaan naar de politiek en doen een beklag. En dan is iedereen even wakker. Maar er is wel licht in de tunnel. Want het is al bekend, de overheid heeft een aanzienlijk bedrag vrijgemaakt om al die defecte apparaten te kunnen vervangen. Het ziekenhuis heeft geld vrijgemaakt om weer materiaal te kopen.
Dus we verwachten dat we binnenkort onze operaties kunnen hervatten. Ik verwacht zelfs binnen 2 weken, want het moet allemaal hierheen komen. En dan hopen we dat ook duurzaam kunnen doen. Ja. En het speelt niet alleen in Paramaribo, want wie ons volgt weet dat we al in 2007 zijn begonnen met outreach missies naar de mensen die niet makkelijk bij ons kunnen komen. Het verre binnenland, de districten. We hebben oogoperaties gedaan in het Lawatapanahoni gebied, in de dorpen aan die kant, Stoelmanseiland, Ritabetje, Albina Mungo, verder naar het zuiden. Zelfs in Kwamala Samutu hebben we mensen in hun dorp geopereerd. Alle dorpen aan de boven Suriname, Nikeri. Dus dat staat ook hoog op onze agenda, maar vanwege gebrek aan geld, gebrek aan materiaal, hebben we dat nu 4 jaar niet kunnen doen. Maar dat, ook dat willen we gaan oppakken, want het gaat niet alleen om de mensen in Paramaribo die nu ook een acuut probleem hebben, maar we beseffen dat we ook onze mensen in het binnenland, dat we daar achterstand hebben. En wij gaan graag in overleg met de regering om extra middelen ter beschikking te stellen, zodat we ook terug kunnen gaan naar die missies om die mensen ook te helpen. Ja, u gaf aan dat het center inkomsten verliest, want eigenlijk moet men bijna $400 betalen voor een operatie, maar ZF geeft maar een deel. Moeten we komen op het punt van marktconform operaties doen hier in Suriname? Kijk, dat elk bedrijf draait zo. Zelfs je eigen huishouden draait zo. Je kunt niet meer uitgeven dan je verdient. Ja. En dat geldt ook voor een ziekenhuis. Een ziekenhuis kan niet iets leveren met verlies. Ja. Je kan het 1 keer doen, maar je kan het niet 4000 keer doen. Dus die hele zorg, de financiering van de zorg, moet nader bekeken worden. Maar uiteindelijk kan je het terug herleiden naar wat is het financieel-economisch plaatje in het land. Wanneer je arm bent, dan heb je ook minder geld voor alle onderdelen van je huishouden. Dus voor de gezondheidszorg is er ook minder geld beschikbaar. Maar tegelijkertijd verwacht de samenleving een bepaalde standaard, want die standaard heb je gehaald en niemand wil minder hebben. Dus je wordt gedwongen als land, je wordt gedwongen als ziekenhuis, je wordt gedwongen als politiek. Bovendien, je hebt die expertise in huis. Ja. Dus de mensen eisen het van je en terecht eisen ze dat. Maar uiteindelijk moet je wel je deel van die koek kunnen krijgen als gezondheidszorg. Ja. En daar moet nader naar gekeken worden, want als de norm 7, denk ik, 8% is van je bruto nationaal product, denk ik dat we, ik ken de cijfers niet precies, maar we zitten er een stuk onder. Dat wil zeggen, er is voor alles te weinig geld. Ja. Dus naar die financiering moet gekeken worden. Of je gaat moeten zeggen van jongens, dit kunnen we betalen, tot daar kan je krijgen en meer kan je niet. Of de patiënt gaat iets moeten bijdragen. Maar ook dat is niet acceptabel. Want een heleboel mensen kunnen het gewoon niet. Ja. Het zijn dure operaties en die mensen willen beter zien. Dus we hebben expertise in huis, we hebben alles in huis, alleen er moet voldoende geld gaan naar de zorg. Dat geldt niet alleen voor mijn vak, voor oogheelkunde, maar dat geldt voor alle onderdelen in het ziekenhuis. Ja, en hoeveel zou het iCenter per jaar moeten krijgen aan middelen om eigenlijk die standaard te blijven behouden? Kijk, ik ben natuurlijk dokter. Ik bemoei me niet met budgetten van het ziekenhuis. Dat is de aangelegenheid van de directie. Maar ik weet wel hoeveel patiënten ik zie, hoeveel wij zien, hoeveel mensen we opereren. En we weten ook wat die operaties kosten, want we zien de prijzen van de spullen die gekocht moeten worden. Ja. En dan weet je dat de dingen niet kloppen. Je kan het niet blijven doen. Dus je kan niet geld blijven lenen ergens of ergens anders een gat graven om 1 gat te dichten. Dat is niet vol te houden. Dus met name met die verzekeraars moet goed gezeten worden. Het staatsziekenfonds die betaalt structureel te weinig voor ziekenhuiszorg. Maar tegelijkertijd verwachten die staatsziekenfonds verzekerden dat ze wel het maximale kunnen krijgen. Dus daar is er een spanningsveld tussen. Eén partij betaalt te weinig geld en de andere partij heeft hoge verwachtingen. Dus daar zit er een groot probleem. Ja, maar ik heb ook gehoord dat een Isab, de pastrati die mij taki, ja, iCenter tapu, de mannen de operaties, maar smafu Franse, naar Guyana ekong,
spelen, man. Doe operaties wel. En bijna voor zo'n dalawan aide mij teki. Dus amonemeki. Waarom wordt er wel gezorgd voor die groep en voor onze Surinamers niet misschien? Kun je dat uitleggen? Nee, dat moet ik ontkrachten. Dat is niet waar. We doen een heleboel operaties. De meeste operaties die we doen zijn staroperaties, cataractoperaties. Die kunnen nu niet. Die materialen zijn er niet. Maar niet alles staat stil. Ja. Sommige speciale operaties en zeker acute dingen, mensen met ongelukken, kunnen we gelukkig nog helpen. Materiaal hebben we. Binnen dat oog zijn er verschillende onderdelen. Ja. En op elk onderdeel hebben we subspecialisten. Dus we kunnen hoornvliezen opereren. Dat zijn wat we noemen tertiaire ingrepen. Dat zijn meer ingewikkelde zaken. Ja. We kunnen netvliezen opereren. We kunnen oogleden en traanwegen opereren. Glaucoom kunnen we opereren. Dat zijn bijzondere dingen die je niet heel veel doet. Ja. Dat zijn grote en dure operaties. Die kunnen we nog doen. Ja. Doen we ook. Gisteravond heb ik nog één gedaan van een Surinaamse patiënt. Maar het is inderdaad zo dat men in de buurlanden heeft ontdekt dat er expertise in Suriname is. Dus de mensen uit Frans-Guyana en Guyana komen voor die bijzondere ingrepen, komen ze naar ons land. Ja. En dat is een hele goede zaak. Okay. En het ziekenhuis rekent hun niet de SRD's af, maar die betalen gewoon een marktconforme prijs. Ja. Die overigens, naar ik heb begrepen, aanzienlijk ligt onder het tarief dat ze zullen betalen in Trinidad of soms gingen ze naar Miami. Ja. Dus het gaat erom dat men blijkbaar in de buurlanden heeft ontdekt van wat is er aan, toch de maar op kwaliteit zorg. Ja. Draap en omgo. Ja. En wij vinden dat een hele goede zaak. Maar het belangrijkste is, je moet je eigen mensen eerst helpen. Dus dat stellen we altijd voorop. Maar natuurlijk, als buitenlanders naar je komen, is het ook een beetje voor je imago goed om te zeggen van we kunnen deze mensen ook helpen. Ja. Dus de erkenning van het niveau van onze zorg, die is er in het buitenland blijkbaar. En dat vinden we een hele goede zaak. Ja, dus voor de tertiaire operaties, dat deal is wel gegarandeerd. Dat kunnen we voor gelukkig nog doen. Dat staat niet stil. Ja, hoeveel patiënten zitten nu op de wachtlijst voor de eenvoudige? Dat loopt in de duizenden. Dat loopt in de duizenden. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, loopt het in de honderden. We zitten hier met 10 oogartsen. Ik weet uit Nikeri dat het al een jaar geleden was er wachtlijst van 800 mensen. Daar praat ik nog niet over de districten. Dus je praat zeker over aantallen van, ik denk 2.000-3.000 achterstand in operaties. Waarschijnlijk meer. Ja, en met de toezegging van de minister is er wel licht in de... Of is er wel een oplossing in zicht? Het is gelukkig niet bij een toezegging gebleven, want u weet, toezeggingen zijn altijd moeilijk. Ja, ja. Dan kan je een week wachten of soms een jaar. Maar dat geld is intussen al betaald aan de buitenlandse leveranciers. Die hebben gisteren bevestigd dat het op de rekening is. Okay. Dus die toezegging is ook direct hard gemaakt, heel snel. Okay. Dus we zijn al druk bezig met plannen. Maar ja, de spullen moeten nog hierheen komen en dan moeten we alles gaan installeren en opzetten. Dus ik denk dat we met een goede 2 weken weer de zaak op poten kunnen zetten. En dan gaan we moeten inhalen. Dat wil zeggen, harder werken, weekends werken. Maar ook dat hebben we in het verleden gedaan. Dat gaan we nu ook weer doen. Ja, en voor hoe lang kunnen we meegaan met deze spullen die aankomen, die binnenkort aankomen? Dat is ook een hele goede vraag. Meestal hebben we voorraad voor 3 maanden. Ja. En we vertrouwen erop. Kijk, nu is er een beetje joeken ontstaan. Mensen zijn ontevreden. Dat ook alles eraan gedaan zal worden dat de betalingen voor het vervolg veilig gesteld zullen worden, zodat we gewoon vlot ons werk kunnen doen, dat mensen niet meer klagen. Ja, en u kunt niet praten voor uw collega's, maar hoe zit het met hun, want de andere operaties liggen ook een beetje stil. U heeft het over andere disciplines? Yes. Ja, dus oogheelkunde, we zijn geen eiland. En wat bij ons gebeurt is niet een unicum. Het is eigenlijk een weerspiegeling van het hele veld. Ja. Maar dat is ook bekend. Niet zo lang geleden hadden we bij de cardiologie problemen. Toen kwamen de kinderartsen in het nieuws. Gisteren hadden we op de orthopedie wat issues. Dus er zijn problemen in het land. Ik gaf al aan, er is een tekort aan middelen. Er is gewoon een tekort aan geld. Dat is een weerspiegeling weer van de hele situatie in de samenleving. Die hele economische situatie. Dus het is inderdaad, het is zorgwekkend. Maar de mensen in het veld,
wij, de artsen, de medici, de verpleegkundigen, een deel is weggetrokken. Maar zij die er zijn, die spannen zich elke dag, ook de ziekenhuisdirectie, behoorlijk in om de zaak in de lucht te houden. Ja. Zodat er niet onnodig geleden wordt of onnodig mensen overlijden. Ja. En met handen en voeten hosselen, trekken en duwen, lukt het tot nu toe aardig, maar we worden wel behoorlijk op de proef gesteld. Dat ja. is zo. Resumerend, dus er is geen tekort aan personeel, maar wel een tekort aan materiaal. Wat de oogheelkunde ja. betreft is het een tekort aan materiaal. Bij andere disciplines, en daar ga ik wel wat over zeggen, is er ook een tekort aan personeel, met name op de operatiekamer, omdat het goede krachten zijn. En die zijn weggetrokken, een heleboel zijn weggetrokken naar het Caribisch gebied, Nederland. En dat is jammer. Dus we proberen op te leiden om die gaten te dichten. Ja, en tot slot, wat ziet u als een duurzame oplossing voor de toekomst? Voor Horasa in stand, voor deze manier, had de idee? De duurzame oplossing voor de toekomst ligt niet in die gezondheidszorg alleen. Ja. Dat ligt in ons politiek bestuur. De kwaliteit van ons bestuur. Daar ligt de oplossing. De oplossing ligt in een keus die mensen maken als ze naar de stembus gaan. Want we hebben, ik gaf al aan, het probleem is niet van nu. Die afbraak is daar 4-5 jaar geleden begonnen, economisch. Af en we gaan niet op de politieke toer, ja. maar daar begint het mee. Goed bestuur, goed beleid. We hebben goede tijden gehad. De zorg heeft zijn piek bereikt in 2000 tot 2010. Dus we kunnen beter. Maar het heeft te maken met de keuze die mensen maken. Dok, ik ga lukken naar de camera. Tak naar alleen patiënten, vita, broeder, zuster. Ik ga wachten rustig. Baka tuwiki, asane seti. Ja, dus er zijn nu grote problemen, dames en heren, patiënten van het Suriname Eye Center. Maar we doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk uw hulp kunnen bieden. Er is natuurlijk een enorme wachtlijst ontstaan en we gaan extra ons best doen. Het zal kunnen zijn dat u op de zaterdag en de zondag opgeroepen wordt om geopereerd te worden. Maar ik denk niet dat u daar moeite mee zal hebben. Maar wees u ervan overtuigd dat wij in elk geval ons uiterste best doen om u de beste zorg op tijd te kunnen leveren.